En de start van Tina Bachman bij Oranje-Rood had niet beter kunnen zijn. Oranje-Rood is samen met Amsterdam de enige ploeg die de volle map haalde uit de eerste drie duels. Onder meer titelhouder Den Bosch werd verslagen door de huidige koploper. En vandaag is opnieuw een mooi affiche voor Oranje-Rood. De uitwedstrijd tegen SCHC. De eerste kans was hier voor Laurien Leurink. Een van de vele internationals vanmiddag op het veld in Bilthoven. Oranje-Rood en Stichtse deden weinig voor Kommer in het eerste kwart. Als Oranje-Rood hier een strafcorner krijgt. Dat is actie van Freke Moes. Het gebeurt na 12 minuten. De corner hebben ze Jibbe Jansen voor, maar ook Valerie Magie. Een keurige slag van Magie en daardoor 1-0 voor Oranje-Rood. De slag te machtig voor Maddie Hinch in het doel van Stichtse. Een mooie scoop hier van Oranje-Rood. Okawa weggestuurd en die krijgt een duwtje van Kira Fortuyn. Opnieuw een strafcorner dus voor Oranje-Rood. Dan gaat de bal hier naar Van der Velde. Ja, die mag zelf oplopen en uithalen. 2-0. 24 minuten hebben we dan gespeeld. Of dit nou helemaal de bedoeling was, dat weten we niet. Hoe dan ook, 2-0 voor Oranje-Rood. Dankzij Daphne van der Velde. Werk aan de winkel dus voor Stichtse. Stichtse dat 7 punten haalde uit de eerste drie duels. Afgelopen zondag gelijk gespeeld. Doelpuntloos gelijk tegen Kampong. Krijgt hier een strafcorner met Kaya van Maasakker. Dat gaat niet zoals het moet, maar de rebound gaat wel goed. Zerbo schiet en die bal gaat via Delphi Merino zo te zien. In het doel van Oranje-Rood. Hier de corner nogmaals van Maasakker. Die bal wordt gekraakt door de eerste uitloop. En het schot van Zerbo. Die bal wordt geaaid nog even door Delphi Merino. En het is 2-1. De inhaalrace is dus begonnen in Bilthoven. Vlak na rust. De strafcorner. Kaya van Maasakker. De poging gaat over. Over het doel van Oranje-Rood van deze coaches. Tina Bachman. En hier Sander Waard op avontuur. Poging gekraakt. De naastoot Delphine Merino en Kira Fortuyn. Daar is hij dan toch de 2-2 voor Stichtse. Het schot van de Waard. De redding van Duivenbode in het doel van Oranje-Rood. Dan is het Merino die de bal er langs frommelt. En Kira Fortuyn die hem binnen tikt. 2-2. Oranje-Rood raakte Lisa Post even kwijt met een blessure aan de hoofd. Ze kon later gelukkig wel weer terugkeren. In die slotfase waarin Oranje-Rood het moeilijk had. En hier de 3-2 om de oren krijgt. Ginelle Zerbo. Ja, natuurlijk Zerbo. 2 minuten voor tijd. Hier die vrije bal via Dirkse van de Heuvel voor de stick van Zerbo. In het 3-2. Het blijkt de winnende treffer te zijn. Bij het heerlijke duel tussen Stichtse en Oranje-Rood. De punten blijven in Bilthoven. En Oranje-Rood gaat voor het eerst dit seizoen onderuit. Huizen in de rode shirts op bezoek bij Kampong. Dit is de eerste minuut van de wedstrijd. Huizen krijgt een strafcorner. Het is Amber Volmer die bal met de backhand hoog inslaat. Overtreding geconstateerd door de scheidsrechters. Dus een vrije slag voor Kampong. Wordt snel genomen door Gigi Oliva. Snelle counter dus voor Kampong. Uiteindelijk komt de bal terecht bij Margot Zuidhof. En die scoort binnen de minuut dus de 1-0 voor Kampong. Goeie goal van Margot Zuidhof, international. Overgekomen van Hurley. Keepster van de Ende kansloos op die inzet van Zuidhof. Kampong in die beginfase veruit de betere ploeg. Dit is Michelle Villet. Uiteindelijk komt de bal weer bij haar terecht. Zij wil hem inschieten, maar dan is het op de voeten van Eva den Hartog. Dat betekent een strafbal, want de keepster was al weg. En achter de strafbal gaat staan Michelle Villet tegenover van de Ende. En zij scoort de 2-0. En dat allemaal binnen de 20 minuten. Kampong gaat door in die eerste helft. Kampong dat afgelopen vrijdag knap met 3-2 van HDM won. En Huizen verloor met 5-1 van SCHC. Dit is de 26e minuut. Bal komt terecht bij Margot Zuidhof. Zij heeft de bal voor het intikken. Maar je moet er wel staan. Met haar tweede goal brengt zij de stand op 3-0. En dat is ook de ruststand in Utrecht. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Kampong nog steeds de sterkere ploeg hier. Goede redding van de Ende. In het doel van Huizen voorkomt de 4-0. Dit is de keepster Robin van de Ende. Dan weer Kampong via Elsie Nix. En dan komt de bal op de voeten bij Den Hartog. En is de strafcorner. Dit is Santi Vrijksja, de coach van Kampong.
Strafcorner voor Kampong. Nina Nootman, de Duitse in dienst van Kampong, met een droge knal. Zij zorgt voor de 4-0. Goed schot van deze Duitse. Wedstrijd natuurlijk allang gespeeld. Kampong gaat door in die slotfase. Kiekje van Wijk op Elsie Nix. En er wordt weer een strafcorner voor Kampong. In die slotfase van de wedstrijd. En is het een uitstekende variant op Margot Zuidhof. Zij scoort haar derde van de middag. En brengt de eindstand op 5-0. Goede wedstrijd dus van uitblinkster Margot Zuidhof. 3 goals tegen Huizen. Kampong wint vrij makkelijk met 5-0 van Huizen. En de felicitaties van Boas Jansen voor Santi Vrijksa, de winnende coach. Den Bosch in de zwarte shirts ontvangt thuis Amsterdam. Dit is de beginfase van de wedstrijd. Eva de Goede levert de bal in, daarbij Van der Plas. Dit is Lieke Hulse, bal in de cirkel. En dan komt hij op een voetje van een verdedigster van Amsterdam. En dat betekent een strafcorner voor Den Bosch. De push van Frederike Matla. Goede redding van Anne Veenendaal in het doel van Amsterdam. Dit is Bas van Zundert, de assistentcoach van Den Bosch. Noorderbaat. Paasje komt terecht bij Charlotte Vega. Kans voor Amsterdam. Maar een goede redding van Josine Koning in het doel van Den Bosch. Dit is Charlotte Vega. Vorig seizoen nog topscorer van de hoofdklasse. Maartje Krekelaar voor Den Bosch. Van der Plas. Matla. Bal in de cirkel. Daar een kansje voor Liedewij Welte. Maar goed optreden van Anne Veenendaal. En zo blijft het 0-0. Den Bosch dat afgelopen vrijdag met 2-0 van Hurley won in Amsterdam. Moeizaam met 2-1 van Pinoquet. En nu beide grootmachten dus tegenover elkaar. Dit is Frederike Matla. Maar weer een goede ingreep van Anne Veenendaal. In het begin van die tweede helft. Liedewij Welte. Een solo en een vrije slag voor Den Bosch. En dan is het de tip-in van Lieke Hulse. Jazeker. Zo is het 1-0 voor Den Bosch. Na deze fraaie tip-in van Lieke Hulse. Die paas van Liedewij Welte. Probeert Amsterdam iets terug te doen met de strafcorner van Eva de Goede. Bal komt op de knieën daar bij Irene van der Assem. Overleg tussen beide scheidsrechters. En niet gevaarlijk die push van de Goede. Dus weer een strafcorner. Een variant op Kitty van Malen. Bal voor. Tip-in van Kelly Jonker. Maar prima van de lijn gehaald door Sanne Kolen. En zo blijft het 1-0 voor Den Bosch. En is er nog 1/4 te gaan voor Amsterdam om iets aan die 1-0 achterstand te doen. Hulse met Liedewij Welte. Welte gaat goed de cirkel binnen. Kansje, wil een strafcorner, krijgt hem niet van scheidsrechter Van der Wal. Protesten van Welte helpen niks, want Van der Wal blijft onverbiddelijk. Dit is een goede actie van Joosje Burg en het levert wel een strafcorner op. In dat vierde kwart. Achter de bal nu Irene van der Assem. En zij pusht keurig binnen. Brengt Den Bosch op een 2-0 voorsprong. Goede push van Van der Assem. Dan in de slotfase is het Den Bosch dat de betere ploeg is. Frederike Matla probeert daar wat tijd te rekken. Van der Assem. Bal in de cirkel daar bij Joosje Burg. Nog een kans op de 3-0, maar een goede ingreep van Veenendaal. En zo wint Den Bosch deze topper met 2-0. Een verdiende overwinning voor de ploeg van coach Raoul Ere. En Muizelaar was er vorig jaar bij toen HDM er bij Laren met de punten vandoor ging. Dankzij een later rake strafkonde won HDM met 1-0. Doelpuntenmaker was deze Pien van Nes. Vandaar dus ook voor het eerste gevaar zorgend. HDM in het geel-groen sinds dit seizoen. Nieuwe uitshirts van de Haagse ploeg. Met deze Van Nes dus. HDM deed het goed in de beginfase van deze wedstrijd. Julia Verschoor met een lange bal. Die komt terecht bij Vee van der Els. Die had hier de score kunnen openen. Maar er werd attent gereageerd door Carlijn Adank. Het doel van Laren. Laren een heerlijke vrijdag achter de rug. Won liefst 8-0 van Groningen. 7 verschillende doelpunten maken ze in die wedstrijd. Goed voor het moraal dus. Ploeg van Robert-Jan Cox. Laag staat inmiddels op de 5e plek. Komt hij wel op een 1-0 achterstand. Tessa Peetsma
tweede goal in de hoofdklasse. Vorige week was ze trefzeker tegen Groningen. De speelster vorig jaar nog actief in de A-jeugd. Hopen hier de scoren na 25 minuten. En Lara moet dus aan de bak hier met Lisanne de Lange. Richting cirkel van HDM. Al bij Kerstholt. Ook de topscorer van Lara. Dat is goed voor 3 goals. Heeft de bal volgens nog niet in. En waar Lara vrijdag met 8-0 van Groningen won, had HDM een stuk lastiger. Verloor met 3-2 van Kampong. En volgens nog doet die voorsprong dus voor HDM. Die houdt lang stand. We zitten inmiddels in de 60ste minuut. Deze aanval van Lara en die levert dan eindelijk een treffer op. Maxime Kerstholt, nummer 4 van haar seizoen. Later gelijk maken dus van Lara dat aandrong, maar aan die pas laat voor de 1-1 kon zorgen via deze Kerstholt. Maar er zijn er nog 10 minuten te spelen en krijgt HDM ook nog kansen. Hier een lange bal van Verschoren opnieuw. En die gaat erin, dankzij Tessa Beetsma opnieuw. Weer is het Beetsma die Adam klopt. En een bedankje mag wel uitgaan naar de keeper van Laren, want die tast hier volledig mis. Bij deze inzet van HDM. 2-1 dus nog en er zijn er nog 6 minuten te spelen. Van Wijk naar Kerstholt. Kan zij opnieuw iets forceren. Van Wijk. Lange bal, cirkel in. En dan voor de stik van Galema. Josien Galema. Overgekomen van Bloemendaal vorig seizoen. Zorg voor de 2-2 hier. En bij 2-2 blijft het ook. Enerverende wedstrijd tussen Lara en HDM. Pinoké was vrijdag heel dicht bij een stunt tegen Amsterdam. Lang stond het 1-1, maar 4 minuten voor tijd maakte Amsterdam de 2-1. Eva de Goede maakte hem. Daardoor verloor Pinoké. Groningen, hier in het oranje spelend. Een stuk minder leuk afgelopen vrijdag. Thuis met 8-0 verloren van Laren. Stond al 5-0 bij rust. Een zware avond was het dus voor Julian Steen en zijn ploeg. Pinoké momenteel 7e, Groningen 12e. Ze heeft nog geen doelpunt gemaakt. Krijgt hier bijna een doelpunt tegen. Jantie Gunter treedt goed handelend op. Het doel van Groningen. Groningen eruit over de rechterkant van het veld. Dan staat hier nummer 14 van Groningen helemaal vrij. Dat is Carterla. De Poolse. Zij haalt uit. Een schot gekraakt. Goed verdedigend werk daar. Van Pinoké. Malou Mol. Geen doelpunten dus. De eerste en tweede kwart. Maar daar is Pinoké. Met een rake strafcorner. Frederik Malafasson. Zij maakt hem. Vrijdag ook trefzeker tegen Amsterdam. Poest hem hier goed langs keeper Gunter in het doel van Groningen. Groningen uiteraard zoekend naar een antwoord. En die komt er met een beetje hulp van Pinoké, want dat is hier aan het uitverdedigen. En dan wordt de bal hier onderschept door Fieke Hof. Een blunder van je welste in de defensie van de Steekneuzen. Fieke Hof profiteert hier die bal. Rustig rondgespeeld door Pinoké. Niks aan de hand eigenlijk. En van de stik laten rollen. Ja, dan staat Hof daar dichtbij. Dan is het 1-1. 3 minuten later. Een strafcorner weer voor Pinoké. Daar is Francis Westerberg. Hij zorgt ervoor dat Pinoké weer op voorsprong komt. Vorig seizoen vieze topscorer. Bij Pinoké. De Sterre Deetman die naar Spanje vertrok. Nu ook terecht zeker in de hoofdklasse. Groningen met Willemijn Bos hier. De 2-2. De oud international geeft het goede voorbeeld dus. 11 minuten voor tijd voor de 2-2 te zorgen. In die strafcorner prima variant via Florentin Bloem. Naar Willemijn Bos. En de 2-2. Daarmee was de koek nog niet op. In het Amsterdamse Bos. Want hier de 3-2 voor Pinoké. Pamela Raaf. Fijn goaltje. Zij maakte hem in die goede bal van Cecile Knuffers. En Raaf met de 3-2. Dan in de allerlaatste minuut krijgt Groningen een serie strafcorners. En dit is de laatste daarvan. Willemijn Bos. Zij vindt Hedy Koning. Koning zorgt voor de 3-3. Groningen pakt met deze 3-3 zijn eerste punt in dit hoofdklasseseizoen. Pinoké ziet de teller oplopen naar 4. 3-3 dus in het Amsterdamse Bos. Hurley in de rode shirts is op bezoek bij Bloemendaal. Beide ploegen nog niet echt geweldig gescoord dit seizoen. Bloemendaal 1 punt uit 3 wedstrijden en Hurley geen enkel punt uit 3 eerder gespeelde wedstrijden. Hier is het een strafcorner voor Hurley in het eerste kwart van de wedstrijd. Daar hebben ze Gitte Michels voor. Zij kwam over van Huizen. Een variant, maar goed het oog in door keepster Diana Beemster. En zij maakt deze variant onschadelijk.
Dit is Carmel Bos voor Bloemendaal. Levert daar zomaar de bal in. En dit is een enorme kans voor Hurley. Maar goed ingrijpen daar van de verdedigster van Bloemendaal. Bal nog niet weg uit de cirkel. Tuntje Hoorn met de backhand, maar het levert geen gevaar op. En zo blijft het 0-0 in Bloemendaal. Dan weer een strafcorner voor Hurley. Dit is een goede flats van Sabine Pleunissen. Maar de bal treft geen doel. Zo blijft het 0-0. Uit deze counter komt gelijk een kans voor Bloemendaal. En het is Kim van Leeuwen die de bal keihard op de paal schiet. Naast keepster Wendela van Delen van Hurley. Dit is Roos Drost. Ongelukkige speelster van Hurley. Zij scheurde vorige week haar voorste kruisband. En zal dus voorlopig niet spelen voor Hurley, haar nieuwe club. Dit is een strafcorner van Bloemendaal. Niet goed uitgevoerd. Uiteindelijk komt die bal terecht bij Meerte van Kesteren. En zij scoort tegen de verhouding in de 1-0 voor Bloemendaal. En daar zijn ze terecht blij mee bij Bloemendaal. Via Laurien Boot komt de bal terecht bij Van Kesteren. En zij scoort de 1-0. En dan moet Hurley iets doen. De ploeg van Jorg Nolte. Nog puntloos deze competitie. Probeert iets aan die 1-0 achterstand te doen. Hier is het een inzet, maar goed gered door keepster Beemster. Kans voor Hurley op de gelijkmaker, maar het blijft 1-0. Dit is 5 minuten voor tijd. Strafcorner voor Hurley. Gitte Michels met de push. Die gaat via een verdedigster, heel ongelukkig. Gaat hij erin. En zo is het 1-1. De verdiende gelijkmaker voor Hurley. 5 minuten voor tijd. Push van Michels wordt nog aangeraakt door een van de speelsters van Bloemendaal. En daardoor is Beemster in het doel van Bloemendaal kansloos. Vlak voor tijd krijgt Hurley de kans op de 2-1. Maar deze bal wordt gekeerd door Beemster. De inzet was van Teuntje Hoorn. Maar het blijft 1-1 in Bloemendaal. Dit is Teuntje Hoorn, speelster van Hurley. Dit is de laatste minuut van de wedstrijd. Hier zit Laura van Heugden. Die gaat lopen met de bal. Maar levert hem in bij Merel Aerts, de aanvoerster van Bloemendaal. En die krijgt nog een enorme kans op de 2-1. Maar haar bal gaat over het doel van keepster van Deden. En zo blijft het in Bloemendaal 1-1 tussen Bloemendaal en Hurley.